Gwendolyn Rutten, wat staat er op het spel op 26 mei? Ja, het zijn belangrijke verkiezingen. Eigenlijk is de vraag waar willen we met ons land staan binnen 5 jaar en op persoonlijk niveau waar wil je zelf staan binnen 5 jaar. Mm-hmm. En dan is de essentie voor Open VLD dat we voor het land de hervormingen verder zetten, de economie doen draaien en persoonlijk dat we mensen die werken beter belonen, dat die er meer op mogen vooruitgaan als je werkt of als je gewerkt hebt. En als ik het debat dan zie, mm-hmm. ja, dan tekent het zich heel eenvoudig af. Dan komt het neer op de vraag, kies je voor belasten of belonen? Want ik merk bij heel veel anderen dat het antwoord op ongeveer elk maatschappelijk vraagstuk is een belasting. Nieuwe een belasting. En dan denk ik, ja, het land heeft minder belasting nodig. Ja. Het is dus wel, ja, het is een vreemde campagne wat mij betreft, nog niet helemaal duidelijk. Je hebt op een gegeven moment dat groen thema gehad, maar nu lijkt het wel ook een klassieke links-rechts discussie bijna. Hè? Ja, belasten of belonen, dat zit er, mm-hmm. dat zit er zeker in. Uiteindelijk denk ik dat je je echt de vraag moet stellen welke ambitie hebben we, waar willen we staan. Als we naar België kijken, dan vind ik België een fijn land om te leven. Mm-hmm. Het is hier goed. Als ik de campagne hoor, goh, dan denk ik soms, wat moet dat hier toch een sociaal kerkhof zijn? Ja, het gaat veel over angst. Het gaat veel over angst, het gaat over afbraak, het gaat over verwijten over en weer. Mm-hmm. Ons land heeft optimisme nodig en ambitie nodig. En dat is een belangrijk toekomstperspectief. Ja. Dus dat doemdenken en zo, ik denk dat mensen ook echt wel weten, kijk, niet alles hier in België is goed, er kunnen veel dingen nog beter, maar het is wel een fijn land om in te leven. En hoe maken we dat nu nog beter? Ja, wat mij opviel, als het dan gaat over die belastingen, jullie hebben een duidelijk plan neergelegd dat eigenlijk een beetje het verlengde ligt van de huidige regering, maar alleen zegt van we moeten nog wat verder doorduwen. Ja. En NVA doet eigenlijk quasi hetzelfde als jullie. Ja, we hebben ook goed samengewerkt. Hè. En het project de voorbije jaren was, we kwamen uit een economische crisis, mm-hmm. financiële crisis daarvoor, en we moesten een aantal grote hervormingen doen. De loonkost, die moest omlaag. Mm-hmm. Mensen mochten er extra netto aan overhouden. Arbeidsmarkt hervormd, pensioenhervorming in gang gezet. Eigenlijk allemaal om ja, de economische motor opnieuw te doen draaien. En dat is ook gelukt. Ja. Dankzij die maatregelen van de regering hebben de bedrijven meer dan 250.000 jobs gecreëerd. Mm-hmm. Maar als je nu gaat kijken wat de grote vraag wordt, en als al die angstpartijen eerlijk zijn, dan weten ze dat ook wel. Dan moeten we ervoor zorgen dat er meer mensen in ons land gaan werken. Dat we de tewerkstellingsgraad omhoog trekken. En dat doe je onder meer door er ook voor te zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken groter wordt. Ja. En dat het dus, als je 's morgens vroeg opstaat, een hele dag lang je best doet en je draait je frak af, dat als je je loonbriefje krijgt, dat ook de moeite is om dat allemaal te doen. En daar gaat het om. Ja. Heb je dan misschien toch niet de minister van Werk nodig in de volgende regering? Ja, daar zitten heel wat sleutels. Want die zaten nu bij CD&V, bij Chris Peters. Mm-hmm. Ja, we hebben veel hervormd, hè. Op de arbeidsmarkt ook. Mm-hmm. Dus we zijn daar goed begonnen, maar het is altijd een beetje met slepende voeten. En het is geen geheim, denk ik, dat over de rol van de sociale partners we met de CD&V fundamenteel van mening verschillen. Ja. Ja, ik vind dat als er een democratisch draagvlak is en een parlement maatregelen neemt, dat je uiteraard moet overleggen. En sociale partners hebben vaak goede expertise om te zien als er perverse effecten in een maatregel zitten, hoe dat je die daaruit krijgt. Mm-hmm. Maar de grote richting en de grote lijnen moeten wel bepaald worden door de politiek. En wat niet kan, is dat werkgevers, want die spreek ik daar ook op aan, en vakbonden de factuur van sommige maatregelen gewoon doorschuiven naar de hardwerkende Vlaming of mensen naar de belastingbetaler. Ja. Daar verschillen we fundamenteel van mening. En het was wel een beetje verbazingwekkend om ja, Chris Peters ineens in een hele andere rol te zien. Ja. 5 jaar lang, zou ik dan zeggen. Hij heeft het behoorlijk volgehouden. Ja. Ja. Zeg, we hebben wel natuurlijk een regering gehad, gedomineerd ook door de liberalen, een liberale premier. Mm-hmm. Was het resultaat genoeg? Want die begroting is toch niet in evenwicht? We hebben een heel eind van de begrotingsinspanning gedaan. Hè. We hadden een tekort, dus mm-hmm. een groot stuk daarvan is weggewerkt. Ik had het werk graag afgemaakt. Ja. Ja. Ik vind het heel jammer dat 2019 een verloren jaar is. Veel liever had ik tot op de laatste dag echt doorgewerkt. Maar en, nu ga je iets zeggen over NVA, veronderstel ik? Nee, het is gewoon spijtig. Kijk, als je begint met 4 aan een project, en ik weet nog heel goed, we hebben onze nek uitgestoken, mm-hmm. Ook niet vergeten dat Charles Michel dat ook gedaan heeft. Mm-hmm. Men noemde het in het begin de kamikaze-regering. Uiteindelijk is het Zweeds project geworden. Ja, dan is het ook wel gewoon fijn als je op het eind kan zeggen, voilà, dit hebben we gedaan, dit is klaar en we verdedigen dat ook samen. Goed, het is nu wat anders, maar ik ben er toch trots op. Hij gaat er wel een prijs voor betalen, denk ik. Dat zullen we zien. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat de MR en ook Charles Michel als premier de juiste recepten heeft voor Wallonië. Mm-hmm. Als ik spreek over de werkstellingsgraad, dan is zeker de werkloosheid in Franstalig België een heel groot probleem. Daar zie je generatiewerkloosheid nog steeds, terwijl dat we de voorbije jaren toch economisch goed geboerd hebben. En ze slagen er niet in of nauwelijks in om met de instrumenten die ze hebben meer mensen aan het werk te krijgen. Integendeel, mm-hmm. in Franstalig België gaat de discussie over minder werken met behoud van loon. Dan denk je toch soms stap eens af van de idee dat je door minder te werken vooruit gaat of dat uitkeringen geven, dat dat sociaal zou zijn. Mm-hmm. Dat is in Franstalig België gewoon asociaal. Geef mensen werk, geef mensen een toekomst. Wanneer ga je tevreden zijn op 26 mei 's avonds? Als we vooruit gaan. Is het enkel dan? Heb je ten opzichte van de vorige, ja. van 2014 dan? Ja, 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 je wilt winnen, hè? Dus ja. ik wil ook graag winnen. We hebben voor onszelf een behoorlijke ferme ambitie. Mm-hmm. Maar ik weet ondertussen ook al dat het niet verstandig is om daar cijfers op te plakken. Okay. Dus, maar bon, winnen is winnen. Dat is duidelijk. Okay. Ja. En zeg eens iets over je droomcoalitie. Is dat gewoon verder deze ploeg? Of hoe zie je dat? Ja, ik vind wel dat het werk nog niet af is mm-hmm. En dat we het werk moeten afmaken. Met welke partners dat dan is, goed, daar zal de kiezer dan maar eerst over oordelen. Mm-hmm. Ja, ik weet wel dat ik niet in een regering stap die tot doel heeft om de grote hervormingen die we gedaan hebben, om die terug te draaien. Mm-hmm. Die zijn ook nodig. Heb je het dan over de pensioensleeftijd bijvoorbeeld? Hè? Want daarvan zeggen een aantal partijen, SPA onder andere nu, van moet teruggedraaid, ook de PS, hè, moet teruggedraaid worden. Maar ik heb het vooral over de PS. Ja. Als ik zie met welke antieke recepten zij soms komen mm-hmm. en ook heel uitgesproken zeggen dat ze al het werk dat we gedaan hebben, hè, toch wel het groot stuk van het begrotingstekort gedicht, lastenverlaging gegeven, jobs gecreëerd, arbeidsmarkt hervormd, pensioenen... Ja, dan lijkt me dat niet echt logisch dat je vervolgens zegt we zijn van gedacht veranderd, mijn lijn is heel recht en ik wil die ook graag recht houden. Zitten ook echt FGTB-mensen op de lijst die straks in het parlement gaan zitten voor PS? Hè? Ja, ze hebben zich laten opjagen door de communisten. Maar zeg je dan gewoon, tout court, het wordt heel moeilijk met de PS? Niet, ik veronderstel dat je geen veto's gaat uitspreken, maar dat het wel heel moeilijk zal worden. Ja, noem het toch maar zo goed als een veto, ja, voor toch? Wat mij betreft. Ja? Ja, de PS van Elio Di Rupo, ja, dat lijkt mij een verhaal van het verleden. En mm-hmm. met Open VLD kiezen wij voor een toekomst. Mm-hmm. En ik meen echt dat de dingen die we gedaan hebben en de recepten die we hanteren, werken meer lonend maken, ook als je gewerkt hebt, mm-hmm. die pensioenen veiligstellen, ja, dat is de opdracht voor de komende jaren. En mm-hmm. dan ga ik niet aan tafel zitten om het tegenovergestelde te doen. Want je gaat wel een dynamiek krijgen. Er zijn geruchten over voorakkoorden tussen Ecolo en PS nu al in Franstalig België. Je mag je, denk ik, vrij snel na de verkiezingen verwachten aan een beweging in Franstalig België dan. Ja, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Ja, en ik denk dat de machtshonger bij de PS inderdaad wel groot zal zijn. Ja. Ja. Maar ik reken er eigenlijk op dat wij met Open VLD een hele goede score kunnen neerzetten. En als liberale familie ook kunnen zorgen dat de lijn recht blijft. Hè, en dat we het nodige kunnen doen voor ons land de komende jaren. Want dat wordt de inzet, hè, mm-hmm. belasten of belonen. Dat, en Franstalig België heeft zeer zeker wat meer liberale recepten nodig. Ik vind het, ze zijn daaraan begonnen in de regering samen met de CDH, maar 2 jaar was waarschijnlijk te kort om daar echt resultaat van te zien. Mm-hmm. Dus als ik hem kan helpen, merci Michel. Ja. Wie moet er schrik hebben voor die verkiezing? Dan bedoel ik, is dat de middenklasse volgens jou? Komt er een belastingstsunami zoals Bart Wever het zegt? Of, Ja, wij zeggen dat ook al lang. Hè. Ja. Als ik gewoon de programma's lees, mm-hmm. en zowel over de taalgrens als bij een aantal linkse partijen bij ons... Ja, dan spreek eens over Groen, want die hebben toch heel expliciet al een aantal voorstellen op tafel gelegd, onder andere over die vermogens. Ja, en bij elk voorstel komt er een belasting bij. Ja. Als je... goed, dat is dan de keuze waar zij voor staan. Maar als ik dan zie dat ja, voorstel op voorstel, een bedrijfswagen afpakken, tel dat maar aan 400-500 euro netto de maand. Mm-hmm. Algemeen rekeningrijden uitrollen, dan komt er nog eens 100 of 200 euro de maand bij. Mm-hmm. In alle spaarboekjes gaan neuzen, nog een flinke slok op de borrel, dat is belasting, mm-hmm. belasting. Ja. Ja, dat is een keuze. Ik geloof daar niet in. Ik denk als je een land plat belast, dat je het omgekeerde resultaat bereikt. En we zijn, ondanks alle inspanningen, we hebben er al heel wat gedaan, mm. en nog steeds een land met hoge belastingen. Dus laat het ons anders doen, verlaag de belastingen en dan zie je resultaten. Dat hebben we gedaan bij de hervorming van de erfenisrechten, de registratierechten, de personenbelasting. Ja. Geef mensen wat zuurstof, want van elke 100 euro die dat je verdient, gaat nog altijd meer dan de helft naar de staat. Ja, als ik me niet vergis zijn we nummer 2 op vlak van arbeid, wereldkampioen. En op vlak van vermogen zijn we ook helemaal niet onderaan, hè. We staan op nummer 5 of 6, als ik me niet vergis, volgens de laatste rapporten. Dus. Ja, we zijn en we staan op dat vlak helaas bekend als een land met hele hoge lasten. Mm-hmm. Ik denk dat er 2 dingen moeten gebeuren. Die belastingdruk moet omlaag. We hebben die inspanning nu al ingezet. Je ziet dat in alle grafieken, de belastingdruk gaat ook omlaag. Mm-hmm. Maar dat moet nog verder, zodat als je je best doet, je meer overhoudt. En 2... wat je betaalt aan belastingen, wat je daarvoor terugkrijgt, moet beter. Mm-hmm. We zijn 2019. Ja. Het is niet meer logisch dat je bij een overheid bij 6 verschillende loketten moet aankloppen en dan nog nauwelijks geholpen wordt. Dat we een kluwen aan instellingen hebben en dat ons overheidsapparaat eigenlijk, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Nederland, toch nog 1% van ons bbp duurder is. Dus maak dat goedkoper. Geef er moderne dienstverlening voor in de plaats en concentreer je dan op heel belangrijke thema's zoals bijvoorbeeld onderwijs. En dat is een toekomstproject. Ja. Mensen meer laten overhouden, gevolg. Meer mensen aan het werk, gevolg. We kunnen pensioenen en sociale zekerheid betalen en we hervormen de staat zodat ze goede dienstverlening geeft. Ja. Een van de dingen die in de campagne wel opvallend was bij jullie is het fenomeen van nieuwkomers. Witte konijnen noemen we dat ook soms. Je hebt er toch een hele reeks gehad. Goedeliekes, Alicia Jasinski onder andere. Jasinska, sorry, moeilijke naam, excuseer me. Maar wat is het doel uiteindelijk daarmee? Wel, we zijn een partij die een toekomstverhaal vertelt en we doen dat met veel optimisme en ambitie en dan zie je dat dat mensen aanspreekt. Ja. En men voelt ook wel aan dat het belangrijke verkiezingen worden en in de gesprekken die ik met hen heb gehad, lang op voorhand, zei men ook van ja, dit is het moment om niet meer aan de zijkant te staan, maar om de stap te zetten en wat wij zeggen, mouwen op te stropen en problemen aan te pakken. En daar ben ik wel blij om. Ze zijn ook mensen die zeggen ik hoef geen politicus of politica te worden. Ik wil graag vanuit mijn eigen expertise bijdragen. Ik geef 2 voorbeelden. Goedeliekes is VN-ambassadeur, brengt tonnen terreinkennis mee. Wel, dat is goed voor het parlement om te weten wat betekent dat op het terrein, wat heeft zij gezien, wat heeft zij gedaan. Greet Rehme, hetzelfde trouwens. Maar dan vraag ik me wel af, is dat niet een beetje een illusie, zeggen dat je geen politica wordt? Want als je parlementslid bent, dan ben je verkozen en dan doe je aan politiek. Werk doen, ja, natuurlijk. Ik hoop het anders zeker dat wel heel droevig zijn. Maar ik denk dat ze daarmee bedoelt dat ze haar terreinkennis en haar terreinervaring wil meebrengen naar het parlement. Ja. En misschien ook gewoon, zoals we haar kennen, geen blad voor de mond blijft nemen. Op dat vlak past ze bij uw partij, denk ik. Voilà, de partij van de goesting. Ja. Ben je kandidaat-premier? Dat is duidelijk. En hebben jullie dan wel een kandidaat-premier? Is dat dan Alexander Kroo? Kijk, wat wij voorop stellen is een project voor het land en een hele duidelijke visie. Ik ben ook heel blij dat ik die visie mag uitdragen. Ik probeer met heel veel mensen samen te werken om dat te doen, binnen en buiten mijn partij. En ik denk dat ik zonder blikken of blozen mag zeggen dat we wel heel wat geschikte kandidaten in huis hebben om een land te leiden. Oké, noem dan eens wat namen. We zijn allemaal even goed. Dat is wel flauw, hè? Ja, maar je bent daar ook geen kandidaat voor. Nee. Dan doe je aan politiek voor de posten. En in ons land gaat het daar al veel te veel over. Maar ik ga toch eens even herhalen, omdat het in uw geval... Ja, je bent een van de weinige vrouwelijke voorzitters. Hè. We doen ze allemaal, de Franstaligen en de Vlaamse. En het valt ons wel op, als je ze allemaal op een rij zet, heel weinig vrouwen. Ja. Dus in die zin... Ja, zou het toch wel een voorbeeldrol kunnen zijn om... We hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad in dit land, hè? Ja, dat wordt inderdaad wel eens tijd. Dus ik vind het wel positief dat er meer vrouwelijk leiderschap komt. Maar moest ik ooit gevraagd worden om premier te worden, dan hoop ik toch dat het is, of dan wil ik dat het is voor mijn visie, voor het werk dat ik voor het land wil doen. En niet voor het feit dat ik vrouw ben alleen. Ja. Maar je zei daarnet over die postjes, vind je dan dat te veel daarover gaat? Je hebt natuurlijk in die verkiezing nu al een aantal mensen die zich kandidaat verklaren. Het is toch iets dat mensen willen weten, van ja, wat ik heel goed vind, en dat doen we als partij heel duidelijk, is ambitie hebben. Hè. En dus we hebben zeker de ambitie om het land te leiden, om mee te vormen. Ja. Maar om daar dan een discussie van te maken van wie heeft welke post, ik denk dat de mensen daar hun buik van vol hebben. En zo werkt het ook niet. Hè. Ja. Dus eerst worden de kaarten geschud. En het zijn belangrijke verkiezingen. Klopt, ja. Moeten mensen ook niet voor dommerikken houden. Ik denk dat ze zeer goed weten wat er op het spel staat. Ik kan je nog iets vragen. Maggie de Blok, jarenlang jullie boegbeeld geweest, ook een van de meest populaire. Je zit nu in een heel moeilijke discussie met Theo Franken, dus constant gaat het daarover en weer. Is dat goed voor de politiek, zoiets? Dat gehakketak is nooit goed voor de politiek. Maar ik zie Maggie vooral heel hard werken. Ze heeft twee zware portefeuilles met grote hervormingen, sociale zaken, flexijobs gerealiseerd, de eerste aanwervingen, vrijgesteld van sociale lasten, op volksgezondheid een grote ziekenhuishervorming mogelijk gemaakt. En ze heeft er dan de voorbije maanden, zonder dat ze daar eigenlijk om gevraagd had, opnieuw asiel en migratie bijgenomen en ook daar wel fors beleid gevoerd. Dus ik ken Maggie vooral als een hele harde werker. Ja. Want ze moest dan plots een fraudedossier van haar voorganger opruimen. Ja, dat is wel een heel lastige. Ja, ik weet dat ze daar fel op bekritiseerd is, omdat ze dat zei. Maar achteraf is wel gebleken dat ze gelijk had. Maggie staat er ook bekend om de dingen te zeggen zoals ze zijn. Ja, ik heb een puinhoop aangetroffen. Ja, ja. Ik denk dat er velen toen dachten, oei, waarom zegt ze dat nu? Maar ze kent het departement natuurlijk en ze zag wat ze zag. En ik ken Maggie als iemand die de dingen ook zegt zoals ze zijn. Hè. Ze zegt meestal niet te veel, maar wat ze zegt is er wel boenk op. Ja. En ze heeft vooral hard gewerkt, maar allez, laat mij zeggen dat er is zeker met Theo goed gewerkt in de eerste jaren van de legislatuur. Maar het is gewoon ook iemand die heel graag polariseert. En dat doet geen afbreuk aan de goede dingen die hij gedaan heeft. Ik denk dat het moeilijk is om met Theo niet te polariseren. Ja. Zeker niet als je in hetzelfde kiesgebied zit, denk ik. Dat zal dan wel wat meespelen. Maar goed, het is ook tijd om de resultaten gewoon voor te leggen en de kiezer daarop te laten oordelen. Misschien nog één ding over jou persoonlijk. Je hebt altijd gezegd, ik ga verder als voorzitter. Er zijn ondertussen al partijgenoten van u die zich geroepen voelen. Onder andere Bart Tommelijn die zegt, ja, ik zou wel willen. Hoe zie je dat? Ja, die zou dat ook wel goed doen, denk ik. In de liberale partij, dat is ook niet de enige die dat goed zou doen. Ja. Maar in een liberale partij is iedereen altijd een beetje voorzitter. Dat is zo. Ja, dat klopt. En toch één wat meer, denk ik dan. Sommigen bij momenten wat meer dan anderen. Ja. En ik vind het ook niet verkeerd dat er mee gedacht wordt en mee gewerkt wordt om te kijken waar moeten we naartoe en welke oplossingen brengen we. Hij heeft een uitstekend rapport gekregen trouwens als minister, dus ik ben er ook wel trots op. Ja, ik heb hem gevraagd om eerst om staatssecretaris te worden en hem zijn eerste ervaring te laten opdoen en daarna vice-minister-president. Hij heeft dat goed gedaan, is nu een goede burgemeester, maar ik ben voorzitter. En ik ben ook nog van plan om dat te blijven totdat mijn termijn op is en dan zien we wel. Oké, dat is genoteerd. Hartelijk dank. Dank je wel.